Goedemorgen vanuit de Stad Schouwburg in Amsterdam. Is dit de livestream van TEDx Amsterdam 2011. Voor de derde keer een TEDx-event hier in Amsterdam. En wie er de twee vorige keren bij waren, die weten dat dit een hele mooie en ook lange dag wordt. Vol inspiratie, nieuwe inzichten, eye-openers en nieuwe contacten. We zijn gisteren al begonnen met de livestream. Toen met een vooruitblik op vandaag en ook goede gesprekken met organisatoren van TEDx-events elders in het land. En vandaag dan dus die derde editie hier in Amsterdam. TEDx heeft vandaag het centrale thema Human Nature. En sprekers uit binnen- en buitenland geven hun visie op een betere toekomst met de menselijke natuur als centrale gedachte. Het zijn wetenschappers, journalisten, reizigers, uitvinders en denkers. En dat is maar een greep uit het aanbod aan vrije geesten die hier rondlopen om hun ideeën met elkaar te delen onder het motto Ideas Worth Spreading. Er zijn talloze simulcast locaties verspreid over Nederland. Restaurants, aula's, bioscoopzalen, hotellobby's, waar mensen bij elkaar komen om samen te kijken naar deze livestream. En op die manier hebben ze een klein feestje dat een beetje lijkt op wat wij hier vandaag in de Stad Schouwburg zullen meemaken. Want vergeet het niet, om hier binnen te zijn moet je een uitnodiging hebben. En er zijn maar 500 mensen wat dat betreft in de prijzen gevallen. Vandaar dat we dus alle TED Talks livestreamen. U hoeft helemaal niks te missen. Het enige wat u nodig hebt is een computer of een pad of zelfs een mobiele telefoon en een internetverbinding. Surf dan naar tedxamsterdam.com en alles komt voor elkaar. Ik vertel u zo meteen wie u in het eerste blok kunt gaan zien. Nu laat ik u vast weten dat we tijdens de pauzes ook sfeerreportages uitzenden, interviews met sprekers en een aantal nieuwsflashes. De interviews neem ik zelf voor mijn rekening, dat is leuk. En voor de reportages hebben we twee reporters rondlopen in de zaal die ons alles gaan vertellen. Ze staan nu bij mij, Sarah van Gorp en Marianne Mulder. Goedemorgen Sarah, hoe is de sfeer tot nu toe hier? Ja, ik heb achter in de coulissen al de danseressen van het Nationaal Ballet gezien. En hier binnen krioelt het van de mensen. Dus het wordt een leuke dag. Marian, naar welke spreker kijk jij vooral uit vandaag? Ik kijk uit naar Alan McSmith. Hij is wat later in de dag. Hij brengt wijsheden uit wildlife naar het dagelijkse leven. Heel nieuwsgierig. Die komt pas ergens in de middag, hè? Nou, ik zou zeggen aan de slag. Jullie hebben genoeg te doen en we gaan ook echt zo meteen beginnen. In het eerste blok kunt u onder andere kijken naar Barry Schwartz. Een bekende op TED-podia, maar die vandaag met een heel nieuw thema komt. We hebben Esra El Shafei, een mensenrechtenactivist uit Bahrein, die zich bedient van het internet om haar gedachtegoed te verspreiden. En we hebben ook generaal Peter van Uhm, een beetje verrassende spreker misschien op een TEDx, de commandant der Nederlandse strijdkrachten. Dat dus en veel meer. De centrale presentatie vandaag op het podium is in de zeer capabele handen van de oprichter van TEDx Amsterdam zelf, Jim Stolze. En de opening, u hoorde het net al van Sarah van Gorp, is van het Nationaal Ballet, dat een stuk opvoert met als titel The Brain. Een choreografie speciaal geschreven voor deze dag in samenwerking met We Are Pi. Ik zou zeggen, Twitter mee via de hashtag TEDxAmps. En heel veel plezier vandaag met de derde editie van TEDx Amsterdam. Tekeren, tekeren, kijk, kijk, tekeren. Tekeren, tekeren, kijk, kijk, tekeren. Tekeren, tekeren, kijk, kijk, tekeren. Tekeren, tekeren. Kijk, kijk, tekenen. Kijk, tekenen. Kijk, tekenen. And watch it dance. You put your left leg out. You put your left leg in. In, out. And you shake it all about. You do the hokey pokey. And you turn the world around. What's it all about? You put your right leg in. You put your right leg out. In, out. And you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn the world around. That's what it's all about. My brains aren't big. My brains aren't clever. But you make my brain happy when our heads get together. Let's make our brains happy. Let's make them sing. Let's fill them with laughter. In, out, and you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn the world around. Our brains are big. Our brains are big.
That's what it's all about.